We hebben nog twee kanten op te gaan. We kunnen naar boven en we kunnen nog naar links. Laten we eerst naar links even kijken. Dan blijven we gewoon in hetzelfde gebied voorlopig. Nee, dat is hier inderdaad. En dan loop ik er toch nog in, hè? Ik ben echt een domme man. Loop ik er toch nog in. Waar komt dit uit? Weer bij een shortcut. En nog verder naar beneden. Een zwaard, man. Goed geblokt. Kistje. Kijk. Een herb catalyst. Dan kan ik mijn flesje weer mee upgraden. Kijk eens aan. En dan kunnen we daar nu naar links. Of naar boven. En we lopen nu hier. Dan stel ik voor dat we eerst de route naar links pakken. Deze kunnen we een beetje skippen. Die hebben we net al geslagen. Ik wou hem in zijn rug slaan, was te laat. Dan maar gewoon killen. Zo, door zijn shield heen, altijd goed. Bommetje erop, kijk, dit werkt weer goed hoor. En dan de route naar links. Kijken waar we uitkomen. Hier zo. Kunnen we daarna nog naar boven eventueel. Want waar zijn we nu dan? De Sky Tower. Oké. Nou, volgens de map weer een heel nieuw gebied. Ook weer van het slot overal. Houd een beetje in de gaten, hè, de route. Nee, het gaat allemaal maar één kant op. Dit stort in. Kistjes nemen we mee. Standard component. Laat me goed. Dit kan kapot. Nou, save point meteen. En een kistje. Oké. Okay. Nou, ik had een skill point unlocked. Maar ja, dit zijn allemaal skill points die we toch niet gebruiken. Of skills die we toch niet gebruiken. Wat zit hierin? Een GM fertilizer. Hey, daar kan ik mijn... mijn boom mee upgraden thuis. Hier is een benedenroute. Hoe zit dat op de map? Is daar een bovenroute? Oh, dat wil ik wel even proberen. Dan ga ik die fertilizer geven. En dan ga ik via daar de benedenroute proberen te pakken. In de pavilion. Blijkbaar gaat dit dan toch via twee kanten. Dan moet ik Swan even die fertilizer geven bij de boom. Hij is niet bij de boom. Waar is hij wel? Ik had ook een herb catalyst. Ja, pipe upgrade.
Oh, hier zit hij. Wieso? Hij wil een spel met ons spelen. Het gaat niet goed met deze jongen. Ajo. Kijk, dan zit het potje er weer op. Dan kan ik hem nu die fertilizer nog geven. Kijk. En dan kan hij mijn plant nog groter laten groeien. Mooi in plant werken. Dan kan ik misschien nog wat dingen hier recyclen. Ik heb ook 5000 geld. Kan ik hier nog wat kopen? Die jades, die boeien me niet zo. Een computing unit. Ja, dat lijkt me wel wat. Voor 5000. Kan ik meer jades gebruiken. Altijd goed. En dan gaan we nu weer lekker terug. En de volgende keer als we hier weer terugkomen, is die boom dan weer nog groter gegroeid. Jades. Oké, we hebben één jade erbij. Maar die één dingen, die zijn allemaal niet zo spannend. Als ik dit doe, kan ik een twee ding doen. Bijvoorbeeld de immobilize. Mijn HP reaches 0, you will revive en regain 25% health. Ook handig. We kunnen gewoon door blijven gaan. Terug naar de laatste noot. Nee, we gingen niet terug naar de laatste noot. We gingen naar de... Die andere route. We gingen naar die andere route vanaf beneden. Dat gingen we doen. Even terug weer. Want er was nog een alternatieve route, werd hier verteld. Maar dan staan ze hier. Is die boom klaar zeker? Goeie die. Lokke. Treasure poem. Xinlai. Oh. Een treasure hunt op mijn map, zegt hij. Poem hidden in the immortal's portrait. The wealth of nine kingdoms hid deep in Cunland, tucked in a grotto upon the eastern shore. The Fusang cave painting points up to the skies. Keep flying and you'll find treasure galore. Oké. Is die boom ook al klaar of niet? Nee.
Ik heb wel een treasure gekregen. Eastern Grotto. Keep flying. Ja. Hier gingen we naartoe. En dan inderdaad een verborgen route naar boven zien te vinden. Want in de kamer hierboven was een verborgen route naar beneden. Hier. Gewoon bij die bellen. Hier zo. Kan ik hier nog omhoog? Oh ja, met double jump. Dat kon natuurlijk eerder niet. Lekker hoor. Dit gaat om en om. Ja. Ik heb een liftje naar boven. Lekker hoor. Kom ik hier in een hele nieuwe area. Ik neem aan dat ik die rode kettingen niet kan vasthouden. Kistje. Standard component. Lijkt me goed. Is daar iets? Nee, alleen maar zo. Links is ook niks. Nou, ik dacht dat hier iets naar rechts was, maar dat is niet zo. Het is hier ook behoorlijk geruisloos. Dit was niet zo slim. Behoorlijk geruisloos. Weer een kistje. Alleen maar geld in. Oh, ik spring mis. Een beetje in de gaten houden, hè? Dat ik niet gehit word hier en daar. Daar is weer een bloem. Hier is een pot. Een poison. Nou, die kunnen we weer aan Shannon geven. Daar is, daar is die save point waar ik net was. Ja, de save point waar ik net was. Dus ik zei het al, volgens mij is hier ook een benedenroute. Dat klopt dus. En een scroll. En een bloem. En... dit ding om te hacken. Dan ben ik weer de save point. Maar ik heb een poison gevonden. Dus die gaan we mooi even terugbrengen naar Shannon. Tussendoor. Misschien de boom ook wel klaar. Nou, hij is aan het pottenbakken.
Met die klei die we hem gegeven hadden, ja. Ja, maak potjes. Nou, lekker aan het werk. Ik heb poison voor je, Oriander. Verder niet met mij praten. Dus dan gaan we maar weer terug. En dan gaan we de Sky Tower in. Dat vind ik wel een goed idee. Dat was hier naar boven, hè, met de lift. Oh, dit is al de Sky Tower. Oh ja, 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 ja. Gaan we naar boven met de lift. Restricted level. Floor locked. Huh? Not allowed. Oh. In dat geval is dit niet de route die ik moet afleggen. En dan moet ik toch in dat andere gebied de bovenroute gaan nemen. Ja, dat kan wel. Dat is de verkeerde knop. Want aan deze kant was er ook een bovenroute. Dan moeten we die maar eventjes nemen. Toch? Daar ja, die lift naar boven. Daar ben ik nog niet geweest. Save point. Ik zal even rusten voor de vorm. Waar is dan die lift naar boven? Links boven, rechts boven. Oké. Okay. Dingen pakken we op. Was het hier? Oh nee, toch iets naar links. En dan hier naar rechts en dan naar boven, ja. Deze. Die licht brengt mij naar boven. Gebeld. De Empyrean District. Acha. Deep in the Tiger's Den. Het ziet hier uit alsof er een hoop aan de hand is. Is ook hier meteen een save point. Staat hier een man. Geen vijand is blijkbaar. Toch een vijand is blijkbaar.
bommetje erop. Hier staat ook weer zo'n onzichtbare ninja. Als die allemaal dezelfde aanvallen doen, dan ben ik daar niet zo heel bang voor. Kijk, gewoon bommen gebruiken. Het is een groot gebied, dat is me wel duidelijk, maar... Waar het allemaal naartoe gaat. Nou, een lift weer. Hier klinkt het alsof er wat gaat gebeuren. Ik hack deze computer, daarmee activeer ik deze lift. Daarboven is een... Ja, wat is het? Een soort betoverde man. Die lift brengt mij naar beneden. In een gebouw ben ik, lijkt het. Café. Het is de map, man. Het is de map, man. Ik wil jouw gegevens wel, vriend. Lady Nuva. Oké. Ja, ik wil jouw map fragment. Ah, kijk, ik heb geld. Nou, als ik het heb, dan gebruiken we dat gewoon. En dan kunnen we die chip ook weer gebruiken op hem. En we gaan verder naar beneden. Gewoon alle kamertjes af zo. Digital bulletin. Lijpe ninja's, jongen. Lijpe ninja's. Daar kan ik weer niet heen. Daar is een verborgen schatkist, man. Advanced component. Al die ninja's aanpakken. Zo. Dat is ook weer zo'n betoverde persoon. Een rare area dit hoor. En dat roze spul. Ik denk nu, daar kan ik niet in gaan staan. Dichte deur. Hier een kistje, dit is een shortcut. En die gaat ook naar die save point.
Daar is weer zo'n computer die we moeten hacken. Doen we dan maar weer, hè. Die hackt dan die volgende lift weer. Het roze spul, dat ziet eruit als stekelig. Dus daar gaan we dan maar niet in. Deze lift gehackt, gaan we naar boven. Dan kom ik weer langs kamertjes aan de linkerkant. Oh, dit kunnen we gewoon kapot slaan, dat roze spul. Oké. En het respawnt ook. Goed om te weten, maar het kan wel kapot. Dit beest kan niet kapot, lijkt het. Is dat iets wat we hier leren? Dat dit beest niet kapot kan? Dan hebben we wel een probleem. Als we die beesten niet kunnen killen en ik moet wel verder. Zeg ik al, dan wordt het lastig. Daar is weer een item. En dan moet ik die vijanden voor nu dus skippen. Links is ook niks, maar ik heb nu dit touwtje hier naar beneden gehaald. Kijk, mooi geskipt die man. Hier is weer een kistje. Artifact voor Xuan Xuan. Hier is dan weer een vijand. En die vijanden kunnen wij dus niet killen op dit moment. En het lijkt er nu op dat ik dit hele rechterstuk ontdekt heb, behalve helemaal linksboven. Daar lijkt het op. Daar lijkt het op. En hier staat het NPC ook. Dat is die map, man. Op links bovenaan heb ik nu dit stuk ontdekt. Is het ook Sky Tower nog? Nee, Empyrean District is het ook Living Area. Even links boven kijken. Beesten, die zijn gewoon intimiderend. Hier is een deur, daar kan ik niet in vanaf deze kant. Nee, daar kan ik niet in vanaf deze kant, dus dat zal dan vanaf de andere kant moeten. Daar heb ik deze lift dus weer bij nodig. Deze lift hebben we nodig, dus even te kijken.
gaan we hier dan iets leren om die roze beesten mee te killen. Zo, dit ziet er inderdaad uit als een hoofdkamer. Ik sluit mezelf ook aan op die machine. Levert mij dat op? Een verhaaltje. Nieuwe functie. Krijg straf van de ouders. Rijke mensen. Het banket. Has the play started yet? Kijk hier gewoon gratis een soul sign lijkt het. Zonder boss fight, dat kan er niet. Kan er niet. Nieuwe. You should go to your mentor Igon. Seal of Fuxi. Fuxi en Nua. En die zegt, you should go to your mentor Igon. Wat is hier dan nog links? Een zombie. Ik vind nog wel wat kistjes hier en daar. Maar dit is die deur waar ik eerder niet in kon, maar nu wel. Hier is dan weer een lift. Weer een dichte deur. Kan ik daar dan nog heen? Denk het. Nee, het zijn wel dichte deuren. Dan kan ik weer hacken. Dan open ik mee de reuzendeur. Deuren hier links, die gaan allemaal niet open. Ja, met een lift die ik niet heb. Daar kan ik links in. En daar rechts ga ik weer terug naar waar ik vandaan kom. En dan ga ik eerst maar eventjes... met die save point weer terug. Om die map fragment in te leveren. Om te kijken wat ik in deze gebieden nog... gevonden heb en te vinden heb. Misschien het zwans van de boom nu ook wel klaar.
Ja. Nog meer plateaus. I'm always afraid of heights. Ja, ja. Ha? Nou, de boom is klaar, zegt hij. Ja, kijk. Dan kan ik hier het dak op. Dan gaan we nog wat vinden, denk ik. Ja, een grote kist. Computing unit. Meer jades. Heel veel geld. Advanced component. Ja, en dan zijn we volgens de map information ook klaar hier. Ik heb nog een cadeautje voor Swan Swan. De handelaar wil met me praten. We hebben een kookboek gegeven en die handelaar die wil nog met mij praten. Soul Severing Blade. The depth of the Ape Man facility near the abandoned mines. Dan geef maar een side quest, die man. Ja, ik wou net zeggen, die heb ik al lang verslagen, die man, ja. Hoi. Lekker hoor. We hebben een great gift gegeven. Het levert ons verder niks op. Dus van dan ook niks nieuws meer. Dan heb ik nog die map fragment. Die gaan we even aan hem geven hier. Levert mij dat dan weer op? Dat ik hier dingen heb. 5 en 1 heb ik alles. Hier heb ik ook alles. Oeh, en hier mis ik nog 5 schatten, zegt hij.
Dus daar moet ik dan nog wel naartoe, inderdaad. Maar ja, verder, hier ben ik nog niet geweest. Tiandao Research Center. Maar in de Empyrean District heb ik nog wel wat te vinden. Dus dan gaan we daar in de volgende video maar weer naartoe. Dan zou ik zeggen, graag tot dan. Joejoe.